Bij Piet begint de dag achter een draaischijf. Ze gaan potten bakken. Draaien, doe alles draaien. Oh ja, wacht. Oh, ja. Een beetje een samendruk is fijn. Oké. Zorg dat je je ellebogen op de bovenbenen hebt rusten. Wat was dat met je ellebogen? Je moet er vooral heel oncharmant bij gaan zitten. Volgens mij gaat het helemaal verkeerd. Niet echt lekker, maar... Ik denk dat ik voor jou ook even een grotere hoeveelheid klei ga pakken. Ja, je kan een hand. Je komt met grote handen. Je hebt grote handen. Wel aardig wat over jou te weten, Piet. Duimen erin. Oh! Ja, nou. Zie, dat heb ik nou ook elke keer. Je hebt echt een hele plak klei. Ja, ik weet niet hoe hard dat wordt. Lekker zitten rommelen, lekker zitten nat maken en knoeien. Hé, maar volgens mij mochten we tussen het kleien door ook vragen stellen. Jazeker. Aan Piet bedoel je? Ik ben even bezig, hoor. Oh. Even, hey, ik wil even op je potje concentreren. Ja, kijk dan. Daar moet je grote handen voor hebben, denk ik. Ja, grote handen voor hebben. Ja, toch? Ja, daar moet je grote handen voor hebben. Nou ja, ik zag wel dat hij grote handen had en dat hij dus ook grote dingen maakte. Ja. Logisch lijkt me dat ook, hè? Toevallig hou ik daarvan, ja. Ja, want ik heb hele kleine handjes. Dus ja, ik hou van grote handen. Wat doe ik fout als hij steeds losraakt? Dan ben je het te wild, denk ik. Oh. De ene is te wild, de ander te voorzichtig dan. Oké, want dit is nou de tweede keer dat hij los raakt. Ik neem alles in op nu. Ja, Piet, haakjes, hè? Vinkjes zetten, hè? Je spreekt in het Fries? Nee. Oké, nou, dat was het dan. Ja. Wat ik heel leuk vind aan Piet is dat hij ook iets ondeugends heeft. En ik zie gewoon een ondeugende jongen nog in hem, maar daar hou ik wel van. Hij is alweer klaar. Oh, ik... Klaar? Ik heb hem alweer, kijk, weer eentje. Nou ja, keer ja. Ja. Jij hebt geen kleinkinderen nog. Het is wel heel leuk hoor, twee kleindochters dan. Ik had al twee zonen, dus ik vond het wel heel leuk dat er nou twee meisjes zijn. Ja, precies. Zo leuk. Vier borden voor de logeerweek. Wat zei je? Vier borden voor de logeerweek. Ja, precies. Soep komen. Breng de soep mee. Hij stelt niet veel vragen of zo aan ons. Nee. Maar hij bekijkt het denk ik allemaal wel, wat wij zeggen en wat dat fout hij allemaal wel. Hé, hey, maar Piet, jij mag ook dingen vragen, hè? Ben je verlegen ineens? Ja. Ik dacht al dat je een beetje verlegen was. Ik ben ik wel verlegen. Ja. Een beetje de kat uit de boom kijken. Ja, maar je wil ons leren kennen. Dus dan kan je niet alleen maar kat in de boom zijn. Ja. Maar vragen op commando is ook zo'n kleur. Ja, nee, dat moet ook wel ontstaan. Hij gaat de potjes bekijken. Piet en zijn dames stappen in de boot om een stukje van de Elfstedenroute te varen. Heerlijk. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ook nog oog hebben voor het landschap, hè? Oh ja. Vooral heb je dit eerder gedaan, Piet, zo? Op de... Nee? Nee. Moest kijken hoe leuk dat is, joh. Ja, maar het is toch niet superleuk? Het is superleuk. Maar één van jullie sprak toch vloeiend Duits? Ah, dat ben jij. Ja. Je bent daar geboren. Ja. Toevallig wel. Dat is een puntje extra, hè? Dat weet ik niet. Dat bepaalt Piet, hè? Of dat een extra punt. Pardon. Oh, we moeten wel eens nou wel Piet rekenen. Jij moet wel zeggen. Hij zegt niks. Ja, oh, sorry. Ik zei niks. Bukken. Dat hoofd kwijt. Ik wil nog steeds een keer die Elfstedentocht fietsen. Dat lijkt me ook zo leuk. Fietsen van al die plaatsen in... Wel elektrisch dan, hè? Ja, ik ook wel. Je ziet gewoon zijn raderen eigenlijk... Ja, rondgaan van die heeft dat en die heeft dit. En, tenminste, zo zie ik dat. Hè? En dat vroeg ik ook aan hem. Ik zeg, nou ja, daar gaan we wel heen en weer. Hè? Ja. Piet, in Duitsland zeggen ze dan, wenn Engel reizen. Ja. Dat betekent dat je het verdiend hebt. Oké. Okay. Ja. Dank nou, weer wat geleerd. Ja, ik onthoud, hè? Ja. Belangrijk. Daarom hebben we ook dat fantastische weer. Ik heb één keer op de boot tegen me gezegd... van je moet niet alleen luisteren naar je hoofd, maar ook wat voel je. Want je hoofd kan wel zeggen, ja, die spreekt Duits... of die heeft lang haar, of die woont dichtbij. Dat is in de liefde allemaal niet belangrijk. Belangrijk is dat het gevoel er is. Hé, kijk dan hier.
Ik weet niet wat ik... Je moet nou ergens aan de andere kant, want dadelijk dan zeggen ze, je zit die weer naast Anker. Dat gaan we niet doen. Anker, ja precies. Nee, dat gaan we niet doen, Piet. Kom maar lekker hier zitten. Ja, oké, hoor. De zes in Friesland zijn weer aan wal. Ze proosten en hebben een pot gevuld met zelfbedachte vragen. Ik geef hem door. Dan moet nog iets overblijven voor de rest, hè? Nee, ja. Er wordt geen verschil gemaakt verder. Nee, nee, nee. Nou, cheers, zou ik zeggen. Op een leuke dag. Nou, cheers. Even kijken. Hoe verras je iemand als je vlinders hebt? Met onverwachts, met bloemen, denk ik, hè. Ja. Voel jij nu al een beetje kriebels bij een van de vrouwen? Zonder te zeggen voor wie? Eugenie. Oh. Ja, Piet, ik denk dat die dan toch voor jou is. Ja. Want, hebben wij wel kriebels? Ik niet bij een van de vrouwen. Oei, dat is wel een directe vraag, hè? Ja, dat is een hele directe, maar je hoeft geen antwoord te geven. Geen niet te zeggen bij wie. Ja, dat denk ik wel, ja. Toen dacht ik, ja, en voor wie dan? Ik kijk ook nu niet naar. Spannend. Nou, gauw, kijk, dat was dus een goede vraag. Dat was een goede vraag. Ja, ik heb oogcontact gehad met de speeddating. En ik heb gewoon het gevoel dat wij die kriebels voor elkaar voelen. Je hebt gewoon een gevoel bij iemand van dat is goed of het is niet goed. Ja, en dat voelt gewoon goed. Hoe zie jij je toekomst voor je? En deze vraag is van Adrie. De toekomst, ja, dat ik iemand vind waar ik, die ook in, dat die familie ook in mijn familie heel goed past. Zeg maar, hè. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Maar stel hè, dat je iemand voor ons kiest en het wordt hartstikke leuk, en, hè, maar dan is die familie niet zo leuk. Ja, nee, maar, ja, maar dat zegt hij nu. Hij zegt nu dat het voor hem heel belangrijk is, dat de familie... Ja, het is natuurlijk niet doorslaggevend, hè? Nee, precies. Dat is het niet. Nee. Die kunnen zich ook wel een beetje aanpassen. Ik wil vooral verbinding maken met iemand. Ik wil verbinding maken. Ik wil vertrouwen hebben in iemand. Hè? Dus echt vertrouwen hebben dat hij het met elkaar doet. En dat je het gewoon leuk gaat hebben gewoon. Verdorie, we zijn geen 20 meer. Ik wil het gewoon leuk hebben. Ik was nog nooit, of tenminste met 5 vrouwen in het bootje. Hè? Nee. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hè? En heb je het een beetje goed kunnen bestuderen? Ja, natuurlijk heb ik ze wel geobserveerd, ook bij het pottenbakken. Hè? En ook hoe ze onderling met elkaar praten en wie een beetje probeert te flirten. Hè? Lukt dat? Er was ook wel een paar bij die probeerde dat een beetje. Hè? En doe jij dan mee? Daar heb ik niet zoveel mee. Maar terwijl jij ze dan zo van een afstandje bekijkt, krijg je dan goede zin? Ja, dat er wel iemand bij zou kunnen zitten die dan wel... Hè? 3 van deze 5 mooie vrouwen gaat mee op avontuur naar Duitsland. Nog meer Piet. Ja. Wie wil dat nou niet? Wij wel. De eerste vrouw die mee naar Duitsland gaat. Wie is dat? Dat is Anke. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, ja. Leuk? Ja. Ik doe hem straks wel knuffelen. Dat is goed, joh. Daar gaat dan nog 1 vrouw mee. En wie is dat, Piet? Dat is Gea. Oh, leuk. Hey, leuk. Ja. Verrast. Ja. Verrast, ja. Ja. Ik knuffel ook straks even. Ja, Piet. Ja. Nog 1 vrouw Nog 1, mag hè? Mee naar Duitsland. Wie is dat? Dat is Eugenie. Yes! Mag ik ook? Oh. Nee, wij waren eerst. Ja, oh, niet eens spannen. Ja. Laten we maar. Ja. Ons moment dan? Ja. Nu gaan wij. Dankjewel. Hartstikke leuk. Zie ik je in Duitsland, ja. Gezellig. Nou, superleuk. Ja. Oh, en er is 1 iemand heel teleurgesteld. Adrie. Gaat het? Kom eens even. Nee, laat maar. Sorry hoor, maar ja. Nee, ik... Hetzelfde, denk ik. Ja. We hadden het allebei al door. Ja. Ik denk dat ik nog een beetje jong ben. Ja, het verschil is dat precies. Het verschil is gewoon nog heel groot. Ja. Dus voor mij was het...